Het is belangrijk om je te realiseren dat gedrag ook van invloed kan zijn op het realiseren van je doelstellingen. Dan kijk je niet alleen naar hard controls, dat zijn de controls die objectief en meetbaar zijn, maar ook naar soft controls waarmee je probeert het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Je kan van ons verwachten dat je van ons hoort dat je heel erg conscientieus en nauwgezet moet werken, methodologisch verantwoord. Alles vastleggen wat je doet en zorg dat je gedisciplineerd bezig bent en hou je aan de planning. Maar daarnaast leer je ook dat je enthousiast moet zijn over de werkwijze. Dat je erin moet geloven dat wat je op tafel krijgt, dat dat nodig is. Dat de deelnemers daar zelf mee aan de slag gaan. Dat de deelnemers ook prima zelf in staat zijn om elkaar en zichzelf aanbevelingen te doen. Onze ervaring is dat dat gelukt is. Dat dat op tafel is gekomen. Maar je moet als onderzoeker, moet je daar echt ook van overtuigd zijn. Dus dat willen we ook alle deelnemers van deze cursus meegeven. Hoe je mensen enthousiast krijgt en hoe je workshops inricht zodanig dat de mensen inderdaad ook zelf met die aanbevelingen komen. En dat er in de goede harmonie gaat en dat er dialogen ontstaan en geen discussies of nog erger. En dat alles binnen vertrouwelijkheid van het onderzoek.